Ontbinden en primfactoren. Dat is handig als je moet bijvoorbeeld een wortel berekenen van een bepaald getal en je kent die wortel niet van buiten. Of als je gewoon wil weten welke delers dat een bepaald getalletje heeft. Ontbinden en priemfactoren, het zegt hetzelfde. Priem, dat zijn priemgetallen. En welke priemgetallen kennen we? 1 is geen priemgetal, 2 is een priemgetal, 3, 5, 7, 11 en zo verder. En factoren wil zeggen dingen die met elkaar vermenigvuldigd worden. Bijvoorbeeld 108. Stel dat we dat willen ontbinden in priemfactoren. Wel, we gaan onze priemgetallen aflopen en iedere keer kijken of dat dit getal deelbaar is door dat priemgetal. We starten altijd bij 2. 108 gedeeld door 2, dat kan. En dan heb je 54 over. 54 is nog altijd even, dus delen door 2 kan nog altijd. 54 gedeeld door 2, dat is 27. Nu zien we op het zicht dat we niet meer kunnen delen door 2, dus gaan we het volgende priemgetal proberen. Je ziet hier aan de som van de cijfers, 2 plus 7 is 9. Als de som van de cijfers gedeelbaar is door 3, dan is het getal 27 ook deelbaar door 3. 27 gedeeld door 3, dat is 9. 9 is nog altijd deelbaar door 3, dat is 3. En 3 kan je nog één keer delen door 3 en dat wordt 1. De getalletjes die hier staan, dat zijn de priemfactoren van dat getal. Dit getal 108 heeft toevallig maar 2 priemfactoren, maar ze komen wel meerdere keren voor. 108 kunnen we schrijven als 2 tot de tweede maal 3 tot de derde. 441. Hou ook eens ontbinden in priemfactoren. Delen door het eerste, het kleinste priemgetal, lukt meteen al niet, want het eindigt op 1. Maar 4 plus 4 plus 1, dat is 9, dus dat is deelbaar door 3. Dan moeten we even gaan nadenken. In 441, daar zit 300 in, daar zit 120 in en daar zit 21. 300 gedeeld door 3, dat is 100. 120 gedeeld door 3, dat is 40. En 21 gedeeld door 3, dat is 7. Dus 441 gedeeld door 3 is 147. Is het nog altijd deelbaar door 3? We gaan dat onderzoeken. 1 plus 4 plus 7, dat is 12. Het is nog altijd deelbaar door 3. 147, dan heb je 120 en daar 27 bij opgeteld. 120 gedeeld door 3 is 40. 27 gedeeld door 3 is 49. 49, 9 plus 4 is, niet meer, is 13. Dat is niet meer deelbaar door 3. Dus we kunnen niet meer delen door 3. Deelbaar door 5 zien we ook op het zicht. Als het eindigt op een 5 of op een 0, dus het lukt ook niet meer. Het volgende priemgetal, 7, lukt wel. Want we weten dat 49 het kwadraat is van 7. Twee keer delen door 7 en dan kunnen we stoppen, want dan zijn we weer aan onze 1. Dus we zien dat 441, dat je dat kan schrijven als 3 in het kwadraat, maal 7 in het kwadraat. En dat is natuurlijk handig, want stel dat dit een discriminant is die we uitkomen, wortel van 441, dat is dus de wortel van 3 kwadraat maal 7 kwadraat. En een wortel van een product mag je opsplitsen in het product van de wortels. Dan hebben we twee keer een wortel van een kwadraat. Dat valt weg. Dus krijgen we 3 maal 7. Dus de wortel van 441 is 21. Een ander voorbeeldje bij een vierkantsvergelijking. We hebben hier deze pittige vierkantsvergelijking. 4x kwadraat plus 8x min 320 is gelijk aan 0. Als we die discriminant gaan uitrekenen, omdat die getalletjes zo groot zijn, zal dat veel uitkomen. Maar gelukkig zien we dat alle coëfficiënten van die vergelijking deelbaar zijn door 2. En eigenlijk zelfs nog meer deelbaar door 4. Dus als we alles eerst delen door 4. Ook het rechterlid delen we door 4. Maar ja, 0 gedeeld door 4, dat blijft gewoon 0. Dan gaat onze discriminant al kleiner uitkomen. Dus een belangrijke tip voordat je de discriminant berekent. Zorg eerst ervoor dat je coëfficiënten van je vergelijking zo eenvoudig mogelijk zijn. En je moet elke term delen door hetzelfde getalletje, dan zal de oplossing niet veranderen. Nu kunnen we niet meer verder delen. We gaan dit discriminant berekenen. B kwadraat is 4, min 4 maal a, a is 1, maal min 80. 4 maal 80 is 320, min maal min wordt plus.
4 plus 320 is 324. Om de oplossing van deze vergelijking te vinden, moeten we de wortel van 324 gaan zoeken. Nou wel, ofwel weet je die uit het hoofd of probeer je die ergens te zoeken, ofwel gaan we het weer ontbinden in priemfactoren. 324 is even, is deelbaar door 2. 320 gedeeld door 2 is 160 en 4 gedeeld door 2 is 162. 162 is nog altijd even, is deelbaar door 2. 160 gedeeld door 2 is 80. 2 gedeeld door 2 is 81. Dan is het niet meer even. 8 plus 1 is 3, dus dit is deelbaar door 3. 81 gedeeld door 3 is 27. 27 gedeeld door 3 is 9. 9 gedeeld door 3 is 3. En 3 gedeeld door 3 is 1. Dus 324 kunnen we schrijven als 2 kwadraat maal 3 tot de vierde. We hebben in onze oplossing van de vergelijking de wortel van 324 nodig. De wortel van 324 is de wortel van 2 kwadraat maal 3 tot de vierde. We splitsen dat op. De wortel van 2 in het kwadraat is 2. En de wortel van 3 tot de vierde, eigenlijk kunnen we dat schrijven als 3 tot de vierde tot de macht 1 tweede. Deze exponenten mogen we vermenigvuldigen. 4 maal 1 tweede, dat is 2. Dus 2 maal 9. Dus de wortel van onze discriminant 324 is 18. En dan, de oplossingen zijn dan x is gelijk aan min b, dus min 2, plus 18, gedeeld door 2 maal a, maar a is 1. Of x is gelijk aan min 2, min 18, gedeeld door 2. Min 2 plus 18 is 16, gedeeld door 2 is 8. En min 2 min 18 is min 20, dus min 10. Zo heeft het ontbinden in priemfactoren ons geholpen om de wortel van deze wat moeilijkere discriminant te vinden.